Over Microsoft Designer, dus kijk er maar mee. Met Microsoft Designer kun je supersnel op basis van AI eigenlijk output genereren. Dat kan zijn een afbeelding, dat kan zijn een kaart, een pictogram, een social media post, nou wat je eigenlijk maar wil. Je hebt drie manieren om dat te gaan doen. Je hebt maken met AI, dus je vult een prompt in. Je hebt bewerken met AI of vanaf scratch, dus een volledig nieuw ontwerp gaan maken. Wij gaan bewerken met AI doen. En stel voor dat wij al een afbeelding hebben die we willen omzetten naar iets unieks, naar iets creatiefs of naar een heel andere stijl. En daarbij hebben we hulp nodig. Dan kiezen we hier upload uw afbeelding om deze opnieuw te stylen. Dan opent er een nieuw tabblad. En hier kunnen we kiezen of we Google Drive connecten, Google Foto's, Dropbox of iets downloaden vanaf onze telefoon. Wij doen iets downloaden vanaf dit apparaat. En stel voor dat we hier een mooie afbeelding van een kasteel hebben. Die gebruiken we, die selecteren we. En hier zo, want eigenlijk is het omzetten van je afbeelding naar een andere stijl, kan al in drie stappen. Je selecteert je afbeelding, dan ga je naar stijl. En hier kun je dus eigenlijk zien welke stijl je wil. Cubisme, pop art, 3D, schetskunst, nou, noem maar wat op. Stel voor dat wij zeggen, we willen dat in 3D. En hier kan je nog achtergrondelementen kiezen. Dus ballonnen, confetti, feest. Maar je kan natuurlijk ook mooi weer doen. Slecht weer, hoge bergen, nou noem maar op. Stel voor dat wij wel een kasteel willen waar het feest is. En we kiezen genereren. Dit kost mij één boost, zoals je dat hier ziet. En de basis van Microsoft Designer is gratis. En je krijgt een aantal boosts. Hoe meer je produceert of creëert, hoe meer boost het je kost. En uiteraard kun je ook boost bijkomen. Maar nogmaals, wij gebruiken de gratis versie. En we wachten even totdat Microsoft Designer zijn ding heeft gedaan. En voilà, hier hebben we verschillende afbeeldingen gemaakt op AI. Op basis van onze eigen afbeelding. Nou, stel voor dat we zeggen, deze vinden we heel erg mooi. De meest rechtse. Dan kunnen we die downloaden, maar we kunnen deze ook nog eens bewerken. Dus als we klikken op bewerken, dan wachten we weer even. En ook nu kom je in een soort Canva-achtige omgeving. Alleen het grappige is dat je aan de rechterkant zie je allemaal nieuwe ideeën die je kunt gebruiken. Dus stel voor dat je zegt van nou, ik wil deze gebruiken voor mijn social media en ik wil hier nog tekst in doen. Of nou, wat je stijl ook is. Je kunt hier eigenlijk een beetje mee spelen. Stel voor dat wij deze houden. Omdat we die leuk vinden. En als we hierop klikken, dus op het plaatje zelf, kan je iets vervangen. Dus je kan een andere afbeelding erin zetten. Je kan iets bijsnijden. Je kan iets wijzigen. Dus bijvoorbeeld een achtergrond verwijderen. Een achtergrond vervagen. Ook deze hulpmiddelen ken je van Canva. En eigenlijk is het qua look en feel vrij identiek. Dan gaan we even terug. Je kunt hem draaien en dat soort zaken. Stel voor dat we nu zeggen, nou we willen deze downloaden. Dan klikken we daarop en we kunnen hier kiezen uit JPG, PNG of PDF. We doen hem nu gewoon even downloaden op deze manier. En als we naar onze downloads gaan, dan heet hij Geniaal Idee 1. En zo staat hij erbij. Dan gaan we weer even terug. En stel voor dat we nu iets willen maken op basis van een prompt. Dus eigenlijk op basis van een tekst. Dan gaan we naar maken met AI. En stel voor dat we een social media bericht willen posten, aangezien we de social media company zijn. En hier zo gelden ook weer de drie stappen. Je kunt een beschrijving maken, een afbeelding en het formaat kiezen. We beginnen met de beschrijving. En we zeggen maak een Instagram post voor een zomers muziekfestival met de naam Sunset Beach. Dan gaan we naar afbeelding. Hier kunnen we een afbeelding toevoegen, maar we kunnen ook kijken met wat Microsoft Designer zelf komt. Dus dat gaan we eens doen. Laten we ons verrassen. En hier kunnen we het formaat kiezen. Of we een vierkante Instagram post willen. Story, een formaat of liggend. Wij willen gewoon een vierkante Instagram post. Dus die kiezen we. En we klikken op genereren. Dan wachten we weer even. En op basis van jouw prompt genereert Microsoft Designer deze vier type outputs. Hier heb je een wat serieuzere post. Een soort oogstfeestachtige post. Een hele vrolijke en een wat stylische. Gaan we weer even terug naar Microsoft Designer. En hier zie je dus wat je er allemaal mee kan doen. Samenvattend, met Microsoft Designer kun je dus op basis van AI super grappige, leuke, stylistische
afbeeldingen, avatars, social media posts, achtergronden, kleurplaten, kaarten, logo's, etc. ontwerpen. In heel veel verschillende stijlen. Microsoft Designer lijkt qua look en feel best wel op Canva. Ook de mogelijkheden, ook het type outputs die je kunt genereren. Al heeft Canva ook andere functionaliteiten. Maar los daarvan, je kunt hier wel heel veel mee. En dit is natuurlijk ook gewoon de toekomst. De kwaliteit van jouw output heeft te maken met de kwaliteit van jouw prompt. Hoe beter je weet wat je wil, hoe beter de output is. Heb je hier een vraag over, hoor ik het heel erg graag. En ik wens je ontzettend veel succes. Dankjewel.